Slechte investeringen in gewapende korpsen leiden tot erupties en lastige situaties, stelde justitieminister Kenneth Amoksi eerder deze week op een regeringspersconferentie. De bewindsman ging in op de recente ontwikkelingen ten aanzien van het criminaliteitsvraagstuk. De overheid moet bijvoorbeeld blijven investeren in de gewapende machten om onbeheersbare situaties te voorkomen. Dus ja, en eigenlijk niet investeren in korpsen, in diensten, in intelligence, in voertuigen. Op een gegeven moment zou je wel een eruptie krijgen, ja. En wat allemaal nu gebeurt, ik heb ook aangegeven ten aanzien van opleidingen. We hebben eergisteren nog hebben we 281 recruten mogen verwelkomen. Dus het zijn maatregelen die je moet treffen als beleidsmaker. En het is eigenlijk regeringsperiode overstijgend. Je moet blijven investeren, je moet de korpsen blijven professionaliseren. En dat doen we. Dat doen we nu. De minister geeft aan dat de overheid pas na de rellen van 14 februari 2023 in de binnenstad van Paramaribo traangas heeft aangeschaft om effectief op te kunnen treden. Amoksi zegt dat er in het verleden structureel niet is geïnvesteerd in het politiekorps. Dat is bijvoorbeeld ten aanzien van communicatieapparatuur, betaling van contributies bij internationale organisaties. Ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld geven van de vergadering van korpschefs van de regio. Contributies voor 2017-2018 zijn nog openstaand en niet over enkele weken zal de korpschef deelnemen aan zo'n vergadering. En als de contributie niet betaald is, kan men de functionaris schuin aankijken van u komt hier zitten, maar uw land betaalt contributie niet. De minister zegt dat er ook analyses gemaakt zijn over hoe de criminaliteit toch de kop in te drukken, ondanks de financieel-economische situatie het investeren in de korpsen moeilijk maakt.